Steenbok, welkom bij jullie reading voor de maand augustus 2024. We gaan kijken wat is de belangrijkste gebeurtenis die jullie kunnen verwachten voor augustus. En het is voor iedereen die steenbok in zijn zon, maan of ascendant heeft. Andere plaatsingen kan natuurlijk ook. En crosswatchers zijn ook welkom. We hebben kaart nummer 37 die hier voor jullie uitvloog, steenbok. Het wonder van het hart, vervulling, harmonie en bescherming. Dus ik ga die boodschap er voor jullie bij nemen. Kaart nummer 37. Vereenvoudigd tot 11. 11 is een meestergetal. Dus je kunt ook opzoeken wat dat nummer 11 voor je betekent. Kan belangrijk zijn. En nummer 37 in die maand augustus. Het wonder van het hart. Deze kaart betekent succes, emotionele vervulling en wijsheid. Iets wat je na aan het hart ligt of iets waar je op dit moment naartoe werkt, komt tot een positief resultaat in de maand augustus. Als gevolg daarvan zul je een periode beleven van vrede en harmonie en een diep gevoel van voldoening en emotionele vervulling. Datgene wat je probeert te doen en te bereiken is erkend en is je gegund. En alles wordt onderweg beschermd. Het licht vergezelt je. Alles is gezegend en je kunt met vertrouwen verder gaan. Steenbok. Ik ben gezegend, ik word beschermd, ik ben dankbaar, ik ben vervuld, ik ben liefde. Is de affirmatie die behoort bij deze kaart. Dus er komt vervulling, harmonie, iets waar je naartoe hebt gewerkt, wordt tot een succes gemaakt in die maand augustus. We gaan de tarotkaarten erbij nemen. Kelken 6 ligt onder op het dek. Een hele mooie kaart van nostalgie. Terugdenken aan het verleden. Aan mooie tijden. Mooie herinneringen. Kan te maken hebben met iemand missen. Maar het heeft ook te maken met het omarmen van je innerlijke kind. Of relaties met personen. Soulmates met wie je bent opgegroeid. Een hele mooie kaart om onder op het dek als algemene energie te krijgen. Steenbok. We gaan het zien. Het kan voor sommigen van jullie betekenen dat er iemand uit je verleden contact gaat opnemen. Of een situatie uit het verleden. Iets waar je, wat je altijd al graag hebt willen doen. Dat ga je doen. Iets wat altijd een wens is geweest. Voor sommigen van jullie steenbok ga je dat in de maand augustus eindelijk krijgen. Of doen. Universum, daar actie op ondernemen. Iets oppakken. Iets wat je misschien vanuit je kindertijd al gewenst hebt. Of hebt willen doen. Of altijd graag gedaan hebt. Universum, wat mag er naar voren komen voor het sterrenbeeld steenbok als belangrijkste gebeurtenis voor de maand augustus 2024? Wow, de magier, ja. Steenbok, jullie zijn aan het manifesteren met die magier. Het kan ook zo zijn dat je te maken hebt met een tweeling met de magier energie. Maar we hebben ook de schildknaap van pentakels. Stier maakt steenbok. Nog één kaart, universum, voor steenbok. En ik zie steeds de schildknaap van kelken onder op het dek liggen. Dus ja, zoals ik zei, er kunnen boodschappen binnenkomen. Jij kunt iets aan het manifesteren zijn of iemand manifesteert jou wellicht. We hebben de zwaarde 4. Dit is een kaart van herstel. Een kaart van innerlijke vrede, harmonie vinden, inzicht te krijgen, je terugtrekken, je rust nemen. Misschien tijd nodig hebben om ergens over na te denken. Een keuze waar je voor komt te staan. Je bent misschien na aan het denken, steenbok, over wat is het wat ik wil manifesteren? Waar ga ik me op focussen? Want dat is wat die magier doet. Heel gefocust is en neemt echt de controle in handen. Onderneemt de actie die nodig is. Is heel zelfverzekerd. En heeft ook alle middelen die nodig zijn om iets te manifesteren. Maakt gebruik van al zijn middelen. Voor sommigen van jullie heeft die manifestatie waar je naartoe werkt, steenbok, ook te maken met een opleiding of een cursus die je nog gaat volgen in de maand augustus. En is het iets waar je nu over na te denken bent? Je hebt misschien zoiets van, ik heb altijd al die richting op willen gaan. Dit is iets wat ik van kleins af aan al heb gezegd en ik ga daar nu inderdaad actie op ondernemen. En dan maakt het niet uit hoe oud je bent. Er zijn altijd dingen te leren. Die schildknapen zijn studenten. En vooral die schildknaap van pentakels heeft te maken met leren, studeren, informatie vergaren. Je kennis uitbreiden. Onder op het dek, woe! En die had ik nog niet gezien, maar dat is jullie eigen energie natuurlijk. De steenbok
energie. En dan wil ik niet de steenbok koppelen aan de duivel. Maar ja, deze kaart hoort bij de steenbok energie. En dit kan ook betekenen dat je gewoon in die maand augustus heel erg in je kracht zult staan. Maar het heeft ook te maken met misschien een stukje ego of onzekerheid, ongezonde patronen, ongezonde relaties. Geen keuzes kunnen maken, je vastvoelen zitten in een situatie. Of je laten domineren of je laten terughouden van bepaalde keuzes of stappen die je wil maken door personen of door situaties waar je in zit. Voor sommigen van jullie ligt er ook een hele duidelijke boodschap die te maken heeft met je rust nemen, steenbok. Het is echt tijd om je rust te nemen. Voor sommigen van jullie heeft er ook, is er ook een boodschap op het gebied van gezondheid. Hier, herstel. Of je gezondheid is een soort van blokkade in de weg om bepaalde dingen te doen die je graag wil. Maar met die magier, dat is een boodschap van het universum, je bent in staat om datgene te manifesteren wat je wil. Het is alleen belangrijk om zelf ook die stappen te nemen. En niet, en als je duidelijkheid nodig hebt over welke richting moet ik uit, welke stappen moet ik nemen om verbetering aan te brengen in de situatie, dan zorg dat je de informatie krijgt die je nodig hebt en onderneem dan ook de stappen. Ga niet zitten afwachten, het is tijd om actie te ondernemen. Voor sommigen van jullie, steenbok, doet zich in de maand augustus ook een situatie voor die met kinderen te maken heeft. Of waarbij kinderen een rol spelen met de kelke 6, met de schildknaap van pentakels. Onder op het dek van de volgende stapel hebben we hier de krachtkaart. Dus dit is iets, je hebt die kracht, je hebt de power om je ergens doorheen te slaan. En het is belangrijk om in je kracht te staan. Dit kan ook te maken hebben met het temmen van je innerlijke beest. Dus niet vervallen in bepaalde patronen. Je niet laten verleiden door die duivelenergie. Want er is ook altijd een soort van verleiding om op die energie terug te vallen. Dat kan een bepaalde persoon zijn die wat manipulatief is. Zeker met die magier. Dat kan iemand zijn die door middel van zijn communicatie heel erg manipulatief kan zijn. Het kan iemand zijn waar je een relatie mee hebt of hebt gehad. Of iemand met wie je opgegroeid bent, een familielid. Noem maar op. Waarom ligt hier die duivel? De kelken 4... en de aas van pentakels. Wow. Voor sommigen van jullie wordt je iets aangereikt. En dit kan komen middels een communicatie. Of iemand neemt contact op. Je hebt misschien een gevoel van, ja, dit is niet iets waar ik op in wil blijven gaan. Of deze kans is te mooi om waar te zijn met die aas van pentakels. Dit is wel een van de mooiste azen. Iets wat stabiliteit brengt voor de toekomst. Voor sommigen van jullie kun je hier misschien iets aanschaffen. En is er iets waar je nog over na moet denken? Het is iets wat je misschien altijd heel graag hebt willen hebben, maar waar je nu toch de twijfel over hebt. En waarvan je denkt, nou ja, het is misschien niet nodig zo groots. Waarom ligt hier die magier? Want ik zie nu hier de kelken 5, een kaart van teleurstelling, gemiste kansen, een afwijzing heb je misschien meegemaakt. En dit kan ook iets zijn waar je aan vast blijft houden, aan die emoties. Voor sommigen van jullie steenbok blijf je ook een beetje depressief voelen in verband met dingen die er in het verleden zijn gebeurd. En vind je het heel moeilijk om je hiervan los te maken? Of je hebt een teleurstellend bericht ontvangen over iets. Je huidige situatie, je bent misschien niet tevreden.
Je wil een nieuw begin. Ja, je bent niet tevreden met de situatie zoals die is. Er zijn dingen gebeurd, teleurstellingen. Vast blijven houden aan ja, bepaalde depressies en het moeilijk vinden om je hiervan los te maken. Waardoor je als het ware ja, niet verder gaat, stagneert, stagnatie, stilstand. En je offert hiervoor eigenlijk je eigen geluk op. Waar ligt jullie magier? En dan weet dat jij in staat bent om je los te maken. En er zijn kansen. Er komen kansen in de maand augustus, steenbok. Waarvan het universum zegt, grijp die kans. Want het is een hele mooie kans die er is. En ben niet alleen gefocust op die, ja, op de kelken 4, die 3 kelken. Maar op de kelken 5 ook 3 kelken die omgevallen zijn. Negatief denken. Universum, waarom ligt hier de magier? De gematigheid. Voor anderen van jullie heeft het dus te maken met een ongezonde situatie of een persoon in je omgeving. Iemand die wellicht ja, balans wil brengen in jullie connectie, waarvan je het gevoel hebt, dit is iemand die spelletjes speelt. En je zult in de maand augustus heel diep moeten nadenken of je inderdaad ja, wil werken aan die situatie, water bij de wijn wil doen. Waarom ligt hier de magier? Ook weer zie ik hier de gezondheid. Ik zie dat als je zelf de juiste stappen zet, dat je je inderdaad beter in je vel zult gaan voelen. Dus er zijn bepaalde wegen die je kunt bewandelen als het gaat om je gezondheid. En dit kan ook je mentale gezondheid zijn. Dus ja, zoals ik zei, al depressie wat ik net naar voren zag komen of echt mentale uitputting. Om de manier van denken, om je daar ja, in positieve zin kennis over op te doen, maar ook ja, er komen mogelijkheden voor je, steenbok. Waarom ligt er de magier? Je kunt zelf al een hele hoop veranderen aan de situatie waar je in zit. En ik zie een soort van helende energie. Universum, waarom ligt hier die magier? Want de gematigheid is een hele mooie energie. Maar ik zie ook steenbok. Sommigen van jullie hebben echt te maken met een patroon waar je op blijft terugvallen. Iets wat een soort van verleiding is. Het kan zelfs een verslaving zijn. Of een obsessie. Of een afhankelijkheid die je hebt van iets. En dan zie ik inderdaad dat je daar een inzicht in zult krijgen of dingen aangereikt zult krijgen om je daarvan los te maken. En neem die kans die je geboden wordt. Want het brengt positieve vooruitgang met het Rad van Fortuin. Kijk, we hebben hier staven 9. Iemand die vast blijft houden, vol blijft houden. De gewonde strijder. Iemand geeft niet op. Dus het is een heel moeilijk pad. Wat je al hebt bewandeld tot nu toe met een hele hoop obstakels. En toch blijf je vasthouden. Je geeft niet op. Ook voor sommigen van jullie steenbok zie ik dat iets waar je aan hebt gewerkt. Zoals ook op die kaart van het wonder van het hart. Iets waar je echt daadkracht hebt getoond. Bent blijven volhouden. Ondanks alle tegenslagen. Alle vertragingen die er op je pad zijn gekomen. Ondanks alles ben je blijven volhouden. En in die maand augustus zul je de positieve verandering zien. Van die daadkracht. Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels? En dan is het nu ook tijd. Als je bent blijven doorgaan, en ik zie dus ook niet alleen mentaal uitputting, maar ik zie ook fysiek ben je uitgeput. Als je inderdaad ergens je helemaal in vast hebt gebeten, en het kan zelfs zijn tot in het obsessieve met die duivelenergie, je ziet dat er nu een positieve verandering gaat komen, helende energie gaat komen, je engelen, het universum heeft daar ook een hand in, heb ik het gevoel. Ziet wat je hebt doorgemaakt en er gaat een positieve turn komen. We hebben hier ook conflicten met de staven 5 onder die schildknaap van pentakels. Dus meningsverschillen, niet op één lijn liggen. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met bepaald werk wat je doet. Competitie, strijd. Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels? Maar het kan dus ook iemand zijn waar je een relatie mee hebt of hebt gehad. Of een bepaalde connectie waar er conflicten mee zijn.
waar je al een lange weg mee bent gegaan, maar waar je ook hele mooie herinneringen aan hebt. Aas van staven. En er kan communicatie komen. En dit is iets waar je misschien op hebt gehoopt, of iets wat hoop gaat geven voor de toekomst. Maar ik zie inderdaad, ook timing is hier van toepassing. En voor sommigen van jullie heb je heel erg hard ergens aan gewerkt en zie je de positieve verandering daarvan in de maand augustus. Aas van staven is ook weer die aas die je aangereikt wordt. Voor sommigen van jullie heeft het echt te maken ook met een nieuwe baan. Of verbetering in een huidige werksituatie. Waarom ligt hier zwaarde 4? Waarom ligt hier de zwaarde 4? Voor sommigen van jullie werk je ergens, inderdaad, waarin je misschien heel veel uren maakt, waarin er allerlei conflicten of oneenigheid of soort van machtsstrijd is. En wordt er vanuit het werk, vanuit iemand die ja, misschien een leidinggevende rol heeft of wat dan ook, die aas aangeboden om ja, een situatie in positieve zin te veranderen. En ik zie dat je dan inderdaad ja, niet direct heel enthousiast bent. Want je ziet allerlei haken en ogen en je hebt echt je tijd nodig om daar ja, over na te denken. Waarom ligt hier die zwaarde 4? Waarom ligt hier de zwaarde 4? De doodkaart. Als je inderdaad op dit moment aan het nadenken bent om een switch te maken in je carrière, dan kan het zo zijn dat je misschien bang bent dat er te veel competitie is of dat je niet genoeg kennis hebt over ja, het onderwerp of de richting die je uit wil gaan. Maar het universum heeft zoiets van sta daarvoor open. Datgene wat op je pad komt, dat is wat voor jou voorbestemd is. En het zal een positieve verandering brengen. En de daadkracht die je hebt, zal ervoor zorgen dat iets ja, echt voor de lange termijn succesvol zal zijn. Waarom ligt hier die zware 4? Iets gaat harmonie brengen. Kijk, we hebben dus de doodkaart, schorpioenenergie en we hebben de zware 5. Dus die kaart van willen winnen, kosten wat het kost. Alles aan de kant zetten. Het kan ook te maken hebben met mensen in je omgeving die manipulatief zijn, zoals ik zei. Oneerlijkheid, geroddel. Achter de rug om. Maar ook zoiets van zelf heel erg gefocust ergens op zijn. Waardoor je eigenlijk nergens anders meer aan kunt denken. Je wil per se, ja, je hebt misschien een bepaalde obsessie om, ja, je wil je verlies hoe dan ook niet nemen. En het kan zijn dat je nu inderdaad iets zult moeten veranderen. Er zal een transformatie plaats moeten vinden. En het kan zijn dat je dingen los moet laten met die transformatiekaart. Ook misschien keuzes die je gemaakt hebt uit het verleden, steenbok, waar je nu achteraf van denkt, ja, dit heeft alleen maar geleid tot conflict. Dit heeft geleid tot een verlies. En ik ben niet blij met de situatie zoals die momenteel is. Maar dit is toch iets wat moeilijk is om los te laten of om je verlies te nemen. Ondanks dat er kansen aangeboden worden of mogelijkheden zijn om een andere weg te kiezen. Maar je kan in dat ego blijven zitten. Ik zie je ook voor jezelf opkomen als je te maken hebt met iemand die nogal manipulatief is. Waar je conflict mee hebt. Waar je ja, een lange weg mee hebt gegaan. En dat kan iemand zijn die je niet vertrouwt. Iemand die dus weer het contact ja, gaat opnemen. Dan zie ik je dus echt nadenken over. Ja, is er nog transformatie mogelijk? Is er nog verandering mogelijk? Maar ik zie je wel echt ergens voor vechten. Ja, of ergens voor gevochten hebben in de afgelopen 9 weken, 9 maanden.
echt een hele strijdlustige energie. En daar zie ik dus nu het resultaat van komen. Dat vastbijten ergens in. En dit heeft op financiën en op carrière een hele positieve uitwerking. Je hebt misschien ook echt van alles aan de kant gezet met die krachtkaart. Want dat is het thema van je innerlijke beest. Dus om iets te bereiken heb je misschien jezelf afgesloten van je omgeving. Ik zag de kluizen naar voren komen tijdens het voorschudden. Je hebt je misschien echt afgezonderd om ergens aan te werken aan een bepaald project. Of iets wat je voor jezelf wil bereiken. En daar komt in de maand augustus echt het positieve resultaat van. Dus dat is de belangrijkste gebeurtenis. Een soort van wensvervulling. Een soort van overwinning die je haalt. Het kan een promotie zijn, salarisverhoging. Je talent wordt gezien. En je hebt jezelf opgeofferd in de afgelopen periode. Misschien ook alleen gevoeld. Omdat je je heel erg gefocust hebt. En je aandacht hebt gericht op één ding. Maar daar komt dus nu een einde aan. En datgene wat je hebt willen manifesteren, dat zul je manifesteren. Die manifestatie komt uit in de maand augustus. En weet dat je het ook kan. Sta open voor die mogelijkheden en blijf niet vasthouden. Dus dat is jullie boodschap, Steenbok. Ik hoop dat je er iets mee kunt. Als het resoneert, laat het me zeker weten. Ik wens jullie heel veel liefde en licht en tot de volgende keer. Dag!